Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator. Vandaag gaan we alles klaarzetten voor Kart Race 3.0 die we volgende week gaan doen. Dus let's go, inmiddels klassieke woorden na de intro. Zo, en hier is, zoals elke week, Victor. Yes, en we gaan weer vandaag... Wat gaan we doen vandaag, Dirk? Nou ja, ik heb eerst wat met jou op te lossen, dus ja. Oh ja, deze brand... We hebben eerst een vuile tractor nodig. Deze brandschone auto schoonmaken. Nou, dan maak ik een brandschone auto wel schoon. Misschien moet je er even op spugen, dan... Ja. Oké, ja. Nu is die vies. Heb jij toevallig een slang voor mij? Oh, wacht. Dan moet ik natuurlijk zo'n dingetje neerzetten. Ja, zou dat hier bij de winkel kunnen, vraag ik me af. Ik denk het niet. Laat ik even met je meerijden. Dan... Stap je in aan de andere kant? Ja, ik spring wel op je... Dat zou echt een mooie update trouwens zijn voor in 2017, dat je samen kan rijden eigenlijk. Ja, dat net zoals GTA, dat je erin kan stappen. Dat zou echt een hele mooie update zijn. Zo, en jij bent nu bij een weg. Ja, inderdaad. En hier staat een slang voor je neus. Ja, opeens voor mijn neus inderdaad. Een tuinslang. Of... En jij mag de wagen schoonmaken, Dirk. Ik ga de ruitenwissers aanzetten. Oh ja. Alleen heeft hij niet. Is in de wasstraat. Oh nee, dan moet je ze uitdoen trouwens. Oh ja, inderdaad. Nee, ik heb wel eens een keertje gehad. Toen zat ik in de wasstraat natuurlijk mijn spiegels uitgeklapt staan. Dat was ik vergeten. En dat vonden ze niet zo heel erg leuk. Maar ik zie dat jij nou naast dat ding staat. Dat ding staat ook aan. Zo, ik ben nu aan het spuiten. Alleen ik zie... Ik wist dat je die grap ging maken. Ik zie alleen niet wat je aan het doen bent. Ik zie alleen dat ding aan is. En ik zie jou er maar een beetje bij staan. Probeer jij het eens, kijken of die doet. Even kijken, R. Zo, daar gaan we hoor. Zo. Even lekker. Laat je open. Zo, hou je mond eens open, Dirk. Even kijken hoor, of dat kan. Oh, dat zou echt mooi zijn. Dirk, hou je mond eens open. Tijd voor de tandarts. Oh, wacht. Oh ja, zo'n spuitje van de tandarts. Hebben ze toch ook altijd zo'n ding met water eraan? Ja, ik ga dat even in de dingen doen. Zo, hoppakee. Ja, ik ben nou serieus je mond aan het schoonmaken in Farming. Kom eens uit de... Heb je dat wel eens gezien, mensen? Oh, wacht, kom eens uit de wagen, Dirk. Oh ja, nog beter. Oké, wacht, daar komt hij, hè? Daar komt hij, wacht. Oh, weer bij de tandarts. Oh nee. Maar weet je, nu ik zo voor je sta, weet je waar jij een beetje op lijkt in dit spel? Nee. Douwe Bob. Douwe Bob? Oh, Douwe Bob. Laten we... Ik heb ook nog handgereedschap activeren. Oh, wat is dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Die slang zeker. Oh, wacht, nu kan je hem gewoon handmatig meenemen, joh. Handmatig meenemen? Ja. Gaat hij nou rijden, of? Nee. Je kan hem gewoon met de hand, de hoge druk, kan je hem dan meenemen. Oh. Maar, grappig. In ieder geval, Dirk, het is tijd geworden, denk ik, voor het serieuze gedeelte wat we in deze aflevering gingen doen. Ja, want we, zoals je even hier misschien kan zien, we staan in een hele grote stad. Inderdaad. En vandaag gaan we de kartbaan klaarmaken die we volgende week gaan gebruiken, dus... Nou, laten we dat eens gaan doen. Dus het was leuk om dat juist in de aflevering een stukje te doen. Zeker. Oké, we hebben deze wagens en die moeten we serieus voor die kippers zetten? Nee, wacht. Oh. Die wagen moet natuurlijk aan de kipper. Dus even aankoppelen waarom om mee te nemen. Waarom pakken we daar geen tractor voor? Omdat dit sneller gaat en dit is ook... Ja, ik weet alleen... Heb je gelijk een langer ding ervoor aan, dan heb je gelijk meer afzettingsmaterieel. Want dat is de bedoeling. We hebben de kartbaan al een beetje in elkaar gezet. Alleen er zijn sommige stukken, daar kan ik geen ronde dingetjes neerzetten die we vorige keer hadden. Dus daar zetten we dus nu deze dingen voor. Ah ja. En dan moeten we natuurlijk even heen rijden. Als je even de kaart opent op 9. Op de kaart van de Dora. Ja, precies. Zullen we eventjes gewoon dat muziekje ertussenin gooien? Dus we zullen wel lachen misschien. Oké, 3, 2, 1. Op de kaart. Oké, dat was alweer genoeg geweest. Dat was alweer genoeg geweest, inderdaad. De kaart hebben ze wel gezien. Maar als jij dus ziet, veld... Nou, ik zal eerst even de... Ik rij achter jou aan. Laten zien. Ja, even op de map de kartman laten zien onder het rijden. Je ziet dus veld 20, 21... Ik bedoel, wacht, moet ik het even goed opnoemen in volgorde. 21, 20, 19, 23 en 22, zie je dat? Ja. Dat we nu heen rijden. En daar zie je een soort, een baan omheen, een soort weg omheen. Ja, dan zie je ook stukjes waar je de bocht om kan. En zoals het... Even kijken, volgens mij zijn we er al bijna waar je de weg af kan. Bijvoorbeeld, hier staan we bij Wald. En bij Wald
kan je dus de bocht om. Maar dat is niet het stuk van de kartbaan. Dus daar moeten we dus even nu... Hier, dat zal ik vast even doen, zo. Een ding voorzetten, zodat hier niet afgeslagen wordt. Oh, ja, ik snap het. En moet ik die van mij er dan ook bij zetten, of dat niet? Nee, bij jou moet het dan bij de, jou moet dan bij de volgende staan. En dat is denk ik dan goed om dat neer te zetten bij veld 19. En daar kan je omhoog naar de Guterner Bahnhof. Veld 19. Daar dan moet ik eens even een stukje afsnijden in principe zo. Ja, klopt. En dan zet ik vast de volgende neer. En ik zal dan de volgende neerzetten bij de Garden Center. Bij naast links van veld 22. Daar ga ik vast een wagen verpakken. Deze wagen heeft weinig grip, moet ik zeggen. Ja, dat klopt. Dat is een beetje, ja... Onrealistisch. Een beetje weinig profiel op de banden. Oh ja, dat is... Misschien moeten ze dat fixen in Farming 17 als ze dat niet hebben gedaan. Winterbanden. Maar in ieder geval, ik moet waar ik kijk, als je even op de kaart kijkt waar ik nu sta, die afslag moet ik afzetten in principe. Dan moet je hem gewoon voorzetten. Dat je daar niet in kan. Nee, ja, dat is makkelijker voor de kartbaan. Want anders, ja, gaat ook ander verkeer erin rijden. Dus vandaar. Ik snap het. Even kijken. Moet ik de auto hier ook laten staan of dat niet? Ja, zet hem maar voor. Dan heb ik alweer een nieuwe auto voor je klaargezet bij de winkel. Zo, dan ben ik er ook weer. Even kijken. Dan rijd ik gelijk met jou mee. Oh, er komt opeens een auto uit de lucht gevallen. Ja, dat klopt. Hij moest nog even bezorgd worden door de postdrijver. Maar ik heb nu inmiddels ook een wagen. Oh, wacht. Moet ik wel even iets meer naar achter rijden. Even kijken hoor. Moeten we ook nog iets met de heggensnoeiers doen? Ja, maar dat komt zo, want we moeten nog twee wagens doen. Even kijken, dan koop ik nog even twee auto's. Hebben we nog een kipper staan toevallig? Ook niet. Oh, dan koop ik ook weer even twee kippers. Twee Dirkse kippers. Hitsige kippers. Ja, precies. Dat is jouw grapje altijd, maar... Ja, die staan er dus nu. Even kijken, want... Volgens mij, ik had net een paar witte auto's gekocht en die stonden volgens mij... Ik weet niet hoe jij zag toen je ging tappen dat er ergens witte wagens stonden random, maar... Ja, dat klopt. Volgens mij als de winkel vol is, dan worden ze zomaar ergens neergezet in deze map. Dus ja, apart is het wel, maar... Hoort normaal niet zo te zijn hoor, dan zegt hij... Nee, oké, maar ja, dan zegt hij dat de winkel vol is. Maar misschien heeft deze mapmaker er wel voor gekozen om dat zo te doen. Even kijken, en nu? Waar moet deze heen? Nu zijn we dus bij dat kruispunt. En daar moeten we natuurlijk ook het een en ander afzetten. Je ziet nu, als jij hem hier even rechts voorzet, als ze daar niet in kunnen rijden, zet ik hem voor, gewoon hier neer, bij dit stoplicht. Want ja, je moet dus natuurlijk ook niet naartoe kunnen. Hier zo? Ja, gewoon hiervoor, want kijk, je ziet dus hier, links en dan hier rechtdoor, dat is zeg maar de map. Dus als jij hem dan hier voorzet, iets naar achter dan, dat heel dat ding ervoor staat. Oh, dus deze weg moet afgezet worden. Ja, gewoon dat je hier de kartbaan kan volgen. Oh, aanrijding. Even kijken hoor. Zo dan. Ja, precies. Even kijken, dan moet ik dat ook doen. Maar ik zie al gelijk dat het helemaal misgaat. Want jij aan achteruit rijden met een kipper. Dirk met een kipper aan het rijden. Jongens, dat moet niet gekker worden. Oh, pas op. Ja, oh. Je hebt er weer een schade. Hoeveel schades heb je inmiddels al gereden met die auto, Dirk? Met deze? Nee, in het echt. In het echt, oh. Nog geen schade, maar... Nog niet. Want ik zie je nou overal weer tegenop rijden, maar... Nou ja, ik hoop niet dat dat ook gaat gebeuren, maar... Ja, in ieder geval, hij staat goed, dus ja. Ja, top. Eén probleem waar ik nu achter kom. De heggensnoeien moeten nog door, dus ja... Oké, nou ja, dan kunnen we nog wel ergens aanpassen, denk ik, toch? Ja, we moeten hier nog langs met de heggensnoeier, dus ik zet hem wel weer even opzij. En waar moet de heggensnoeier naartoe? Ja, dat wordt zeg maar het om de finish aan te duiden. Dus... Oh, dan moeten we doorheen rijden. Ja, begint... Zie jij Wiese 4 op de kaart staan bij veld 17? Wiesen 4. Ik zie wel de Aldi, moet ik zeggen, maar... De Aldi... Daar zullen we maar niet naartoe gaan, want dan krijg je een, die zie ik, ja. Het bengelt wel lekker, die heggensnoeien. Ja, hè? Zo ken ik nog wel meer dingen die bengelen. Moet je dan nu weer met het editen inzoomen op je hoofd, of niet?
Nou, dit keer niet. Vooruit. Maar we zijn er volgens mij al inmiddels. Want ja, we zien gelijk ook de start van de kartbaan. Dat is ook misschien wel leuk. Ja, en we staan nu denk ik wel op een goede plek. Want ja, of nee, wacht, dat staan we niet. Want we moeten natuurlijk aan de andere kant van de kartbaan staan. Want hier is het begin van de kartbaan. En dan moet je dus hier gewoon gelijk met de kartbaan rechts afslaan. En dan zetten we hier dus die heggensnoeiers neer. Want als je hier dan weer uitkomt, ben je gefinished. Maar waarom ga je nou elke keer naar een andere plek toe? Ja, omdat ik nu zie dat bij die paaltjes dat misschien wel een ja, handige plek om ze recht tegenover elkaar te zetten. Zo. En dan is het misschien wel leuk om even kijken die dingen tegenover elkaar te zetten. Zo, hoppa. En dan ook nog even uit klappen. Ja, als mij dat lukt, want net had ik toch wel een klein conflictje met dat ding. Zo. Dus dichter naar elkaar toe rijden, als ze tegen elkaar aan zitten, dat is misschien wel leuk op zich. Kan toch zo? Zo komen we toch tegen elkaar aan? Oh ja, klopt. Nou, perfect dan toch? Maar, even kijken hoor. Dit is dan de finish. Ja. Ja, het hoeft niet precies toch, zo is het mooi. Maar als je die van jou nou eens wat lager zet, dan kunnen ze toch nog zo ongeveer tegen elkaar komen. Ja, precies. Ja, ongeveer klopt het wel, denk ik zo. Ja, nou ja, als je hier voorbij bent, dan heb je gewonnen, toch? Ja, inderdaad. Oké. Ja. Laten we nog even een rondje dan door de map doen, om het toch even een beetje... Ja, om het een beetje... te laten zien. Dan moeten we toch wel een paar mooie auto's nog eigenlijk hebben, hè? Oh, ik dacht dat ik er een mod in had. Nou ja. In ieder geval, ik koop twee mooie auto's. Of heb jij er al één? Ik heb er nog geen, maar ik heb ook geen geld. Oh nee, jij hebt geen geld, dat klopt. Ik heb een mooie zwarte panzerwagen voor jou gekocht en voor mij ook. Zo. Panzerwagen nog wel. Ja. Mooie zwarte wagen. Yo. Oké. Nou, laten we eens gaan we een rondje door de map doen of gaan we... Ja, ik dacht even hier, want hier heb je een hele mooie, ja, realistische stoplicht even laten zien, waar we net ook al waren. En dan hebben we dadelijk ook nog iets, ja, iets leuks. En dat is als we hier dus achter ons rechtdoor rijden. Maar dit zijn de stoplichten. En als je daar naar kijkt, dan zie je ook dat ze echt op groen en op rood gaan. En dat gaat ook met, je ziet toch ook die voetgangers stoplichten? Ja. Staan nu op rood. En als dit stoplicht op rood gaat, dan, kijk, gaan die op groen. Oh, dat is wel grappig op zich, ja. Ja, misschien kunnen we daar in de toekomst ook nog wel wat mee doen. Nou ja, in ieder geval, leuk. Maar we moeten denk ik hierheen, want daar heb je een hele mooie snelweg soort van. Snelweg in Farming, dat heb ik nog nooit gezien. Nou ja, een snelweg, een beetje, ja, een grotere weg. Niet echt een, zo'n landweggetje, laten we het daarop houden. Een landweg is heel wat anders dan een snelweg, hoor, Dirk. Nee, niet zo'n landweggetje, meer een gewone, alleen we moeten hierop zien te komen, alleen, ja. Oh, dat lijkt me wel een mooie uitdaging. Oh, om er gewoon zo op te komen. Je bedoelt hierboven toch dat we moeten ja, komen? Ja, daar moeten we rijden, maar ja, dan hadden we denk ik anders moeten gaan. Ik denk dat we zo moeten, Dirk. Kom eens even mee. Denk ik hoor. Ja, we hadden net gewoon de stoplichten rechtsaf moeten nemen, maar... Ja, ik denk als we zo gaan... Even kijken hoor. Ja, ik heb een vermoeden dat als we zo rijden... Oh, ja, hier zo. Oh. Dat reet plakken. Even kijken. Je kreeg voor elke stoot die ik tegen jou aankom, kreeg jij een hamburger. Ja. Hoeveel kilo ben je inmiddels aangekomen? Nou, 100 ongeveer. Nou, maar dit bedoel je, of niet? Dit stuk? Ja, dit stuk. Dat vind ik toch wel niet echt farming-achtig. Iets nee, heel maar anders het is dan, wel heel gaaf gemaakt, moet ik zeggen. Zeker. Het is even een soort wedstrijd. Oh, we hebben een rotonde hier. Oh. Het zou mooi zijn als een van ons zou kunnen afsnijden dat we er overheen jumpen. Ja, precies. En ja, volgens mij mag je hier niet heen. Oh, dat mag wel, toch? Ja. Wij wel, toch? Wij wel. Plak aan de verkeersregels. In Farming dan. Weet je wat ik wel hoop? Volgens mij is Farming 2016 of 15, waar we nu in spelen, is dat maar 30 fps of zoiets. Ja, en 17, dat mag wel 60 fps zijn, hoop ik dan. Ja, inderdaad. Want ik moet zeggen, sommige mensen zeggen wel eens het lag, maar dat ligt echt niet aan de graphics. Of en gewoon de frames per second. Ja, inderdaad. Maar nu zie ik het ook wel weer een beetje laggen. Wacht. Hoe speel je trouwens ook weer in first person? First person. Met C.
Dat is weer wat anders. Dat is, dan ga je een beetje met de tijd mee. Net als Pokémon Go tegenwoordig. Precies. Nou, in ieder geval vertel, Dirk, waar gaan we nog meer naartoe? Nou, laten we nog even naar het Guetterbaanhof gaan. Oeh, voor de Train Simulator fans. Oh, en nu moeten we natuurlijk even de wegafzetting voorbij gaan. Hoppakee. Oh, dus dan kun je ook wel zien dat die wegafzetting heel veel nut heeft. Ja. Nou, het is alleen maar om te laten zien. Daar moet je met je kart heen en niet... Oh, ja. Dan hebben we de Vliegende Hollander weer. Dit komt me heel bekend voor. Dit komt me inderdaad ook heel bekend voor. Ja, dat even is kijken. Nou niet echt... Volgens mij hebben ze dat gewoon gekopieerd van Bjorn Holm en gewoon hier in één keer neergezet. Ctrl-C, Ctrl-V bedoel je? Ja, dit komt me ook heel erg bekend voor en die tunnel ook. Ja, laten we dan maar even gaan starten nu we er toch zijn. Hoppa. Ik ga proberen een wedstrijd te doen. Ho, 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 Dirk! Ho, ho, ho. Hij gaat door me heen! Hij gaat gewoon door me heen! Ja! Oh. Ik probeer hem tegen te houden, alleen... Nu zijn we bij de tunnel. Nee. Ah, jammer. Het zou wel leuk zijn als je gewoon door dat zwart heen getrokken wordt en dan zo de map uitviel. Ja, inderdaad. Maar ik denk als je er goed je best voor doet, dat misschien nog wel kan. Misschien leuk om een andere keer te proberen, maar ja. Inderdaad. Dirk, ik denk dat het wel was, hè, voor deze keer. Ja, dan kunnen we volgende week gaan karten. Alles staat klaar, dus ja. Ja, ik heb er zin in. Bedankt voor het kijken. En Dirk, die is de volgende week weer met een nieuwe Farming. En ik ben er zondag weer met een nieuwe aflevering van Train Simulator. Doei! Dat was Farming Simulator voor deze week. Volgende week gaan we dus kartrace 3.0 doen. Wil je de vorige aflevering zien, klik dan even op de video hierboven in het scherm. En dan ziet Victor je zondag, volgens mij, ja, zondag weer met een nieuwe aflevering van Train Simulator. Tot dan, doei!